Goedemorgen en wat goed dat je kijkt naar de wegwijzer Jongeren en Schulden. Deze uitzending is speciaal bedoeld voor beleidsmakers bij gemeenten die zich bezighouden met jongerenzaken. We gaan kijken wat gemeenten kunnen doen om jongeren een financieel gezonde toekomst te geven. Wat kun je doen om hen te helpen? Wat kun je als gemeente voor jongeren die al grote geldzorgen of schulden hebben doen? En wat kun je nog veranderen ten aanzien van je beleid, ten aanzien van jongeren en hun schulden? Daar gaan we het allemaal over hebben met hele interessante en leuke mensen hier aan tafel. Mocht jij nou willen reageren tijdens deze uitzending, dan kan dat via onze chat. Of je kunt vragen mailen naar info@wijzeringeldzaken.nl. Ik ga eerst even onze gasten aan jullie thuis voorstellen. In de studio zitten Fraukje de Jonge, wethouder in Almere. Van harte welkom. Dankjewel. Loes van Geffen van Hoe Word Je Rijk en Geldgrappie. Ook hartstikke welkom natuurlijk. Imen Tahiri van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Leuk dat je er bent, welkom. En Clarette van der Lans van Wijzer in Geldzaken. Ook welkom. En we hebben nog twee mensen via de Zoom. Jazeker. We hebben verbinding met Safiye Alehi. Goedemorgen, welkom. En jij bent van Schuldenlab, Safiye. En we hebben Michiel Graus, wethouder in Rotterdam. Nou, volle bak hier met z'n allen. Dat moet een mooie uitzending gaan worden. Fraukje, ik wil graag bij jou beginnen. Jij bent wethouder in Almere en daar verantwoordelijk voor schulden voorkomen en oplossen eigenlijk, hè? Ja. Voor jongeren. Kun je in het kort uitleggen wat jij doet en wat je rol precies inhoudt? Nou ja, als het gaat om jongeren doen we eigenlijk alles om te voorkomen dat ze in de situatie komen waar jij over begon. Want met schulden is het zo, ze gaan nooit vanzelf weg. En het wordt altijd erger. Dus het is heel belangrijk en dat is namelijk wel een mechanisme. Dus je hebt schulden en dan denk je, ik weet het allemaal niet, kan dit niet oplossen. Ik negeer het. Dus ik maak die brieven niet meer open. Struisvogel. Heel natuurlijke reactie. En de domste reactie die je kan hebben. De meest begrijpelijke, maar wel niet handig. En dat kan je natuurlijk 100 keer zeggen tegen mensen. Maar wij hebben ook gedacht, het is beter om te zorgen dat die situatie niet ontstaat. Nou, waarom ontstaat die nou? Omdat het zo vervelend is om al die administratieve dingen te regelen. Dus we hebben echt gedacht van hoe kunnen we daar nou wat aan doen? Wat is nou een moment waarop je ziet dat het misgaat als het gaat om schulden? En dat is 18 jaar worden. Want dan iedereen denkt dan, ik mag auto rijden, ik mag drinken. Niet verstandig jongens, maar ik snap die het wel. Die combinatie. Ik snap het wel, ik kom uit Brabant. En ik mag stemmen en ik mag wel doen. Maar je moet ook een hele hoop dingen regelen. Ja. Dus we hebben echt gedacht, hoe kunnen we nou zorgen dat we mensen daar, jongeren daar echt op wijzen? Van denk eraan, je moet nu echt dingen gaan regelen. Daar zijn we al een tijd geleden mee begonnen. Dan stuurden we gewoon een verjaardagskaart. En daar staat eigenlijk heel precies op, dit mag je nou, maar dit moet je nu. Dus je moet een DigiD aanvragen. Je moet je zorgverzekering regelen. Je moet je inschrijven voor een woning, als je daarvoor in aan. En vandaag lanceren we het vervolg daar eigenlijk op. Want we zien ook wel dat helpt. Hè? Dus dat jongeren zien, dit moet ik gaan doen. Maar weten dat je iets moet doen en het ook echt doen en echt afmaken, dat is nog iets anders. Dat is een tweede. We gaan daar zo meteen dieper op in. Loes, jij doet verschillende projecten met en voor jongeren. Kun je daar iets over vertellen? Nou, ik heb mijn hele werkende leven gericht op jongeren met een achterstandspositie. En een driehoek van werkervaring opgebouwd in het onderwijs, arbeidsreïntegratie en vrije tijdbesteding, welzijnswerk. En na 20 jaar heb ik de balans opgemaakt en toen dacht ik, waar kan ik nou de allergrootste impact maken voor jongeren? En dat is in die overgang naar 18 jaar, de financiële overgang naar 18 jaar. Waarbij ik twee projecten, samen met mijn partner Alan Bredehorst hebben wij Money Start en ik heb You for Youth nog, twee bedrijven. En wij richten ons helemaal op het voorkomen van schulden voor de 18e jaar. En dat doen we met twee grote projecten, Hoe Word Je Rijk en Geldgrappie. Waarbij core business van ons is die preventie van schulden. Dus we zien heel veel organisaties die doen het erbij. En wij hebben dit, laat maar zeggen, tot onze main focus verheven.
Ik ga straks nog veel meer over vertellen. Ja, graag. Dat is hartstikke interessant. Ik wil ook nog even naar Iman natuurlijk. Je werkt bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Kun jij kort vertellen wat jij precies doet, waar jij je mee bezighoudt? Ja, natuurlijk. Ik houd me bezig met het landelijk schuldenbeleid. En met name vanuit gemeentelijk perspectief. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is echt voor 355 gemeenten. We houden ons ook bezig met de brede schuldenaanpak. Dat doen we samen met het Rijk, maar ook met stakeholders en uiteraard met gemeenten. En daarin is het onderwerp jongeren met schulden ook echt wel een belangrijke daarin. En we zien echt wel in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk, het is eigenlijk al wel net bevestigd, dat er heel veel mooie voorbeelden zijn waar gemeenten zich echt goed inzetten voor de jongeren met schulden. En vanuit de VNG en gemeenten vinden we het echt belangrijk dat die toegang tot schuldhulpverlening, dat laagdrempelig is voor jongeren. Ja, makkelijk te vinden natuurlijk. Ja, precies. Maar jullie zijn eigenlijk allemaal met hetzelfde bezig vanaf een andere kant, om te zeggen. Maar dus jullie zullen ook heel veel samenwerken met elkaar. Ja, zeker. Ja. Wij werken al samen. Ja. Ja. We zitten de VNG-commissie. Ja, precies. Nou ja, dat is fijn, want samen staan we sterk natuurlijk. Over sterk gesproken, we hebben ook nog twee hele mooie mensen via onze Zoom-verbinding. Ik wil even beginnen bij Sophie van Schuldenlab. Sophie, hi. Kan jij ook eventjes vertellen aan... Hoi, goedemorgen. Even vertellen aan de kijkers waar jij je mee bezighoudt. Jazeker. Vanuit Schuldenlab proberen we eigenlijk de versnippering tegen te gaan binnen het Nederlandse schuldhulpverleningslandschap. Er is een enorm breed aanbod aan schuldhulpverlening. Er zijn heel veel zaken heel goed geregeld, maar daarmee is er wel sprake van fragmentatie en is het overzicht soms een beetje ver te zoeken. Dus wat wij proberen te doen is eigenlijk samenwerking tussen publieke en private partijen te stimuleren. Dat er vanuit een gedeeld belang gewerkt wordt om deze maatschappelijke kwesties aan te pakken. En daarmee zijn we dus eigenlijk een opschalingsvehikel binnen het sociaal domein. En wij hebben op dit moment een vijftal interventies gericht op specifieke doelgroepen binnen het schuldhulpverleningsdomein. Waaronder inderdaad ook specifiek voor jongeren, maar daarover denk ik straks meer. Zeker, dankjewel. Michiel Graus, ben je er ook nog bij? Zeker. Fijn. In de Kuip. In de Kuip. Oh, wat leuk voor je. Tenminste, ik neem aan dat het leuk is. Ja, nee. We hebben hier een vergadering als college met vertegenwoordigers van de Kuip. Ja. Dus ik ben er even uitgesnikt voor jullie. Nou, heel fijn dat je erbij bent. Kan jij ook even kort vertellen wat jouw rol is? Waar je je mee bezighoudt? Ja, ik ben de college van Rotterdam. De wet voor de armoedebestrijding, schuldenaanpak, informele zorg. En waarom een wethouder met armoedebestrijding? Omdat Rotterdam de armste stad van Nederland is. 1 op de kinderen groeit in armoede. En dat is het hoogste percentage van Nederland. En dat vinden we met z'n allen zo belangrijk om dat integraal en stevig aan te pakken. Dat ik dat mag coördineren. Mooi. Mooie baan lijkt me zo. Veel te doen nog. Dankjewel. Blijf vooral hangen. Claret, ik wil heel graag... Claret, hè? Ja. Claret, is het. Ja, jij bent van Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën. Waarom is het belangrijk dat wij hier vandaag met z'n allen zitten en hierover praten? Omdat het zo is dat heel veel mensen financiële problemen hebben. Al voor de coronaperiode zag je dat 1 op 5 huishoudens geldzorgen had. En dat begint vaak best wel jong. Dus vandaar dat we ook in de Week van het Geld hier aandacht aan willen besteden. Dat is echt best veel. 1 op de 5. Ik vond het echt, toen ik begon met deze baan, ik had hiervoor hele andere banen bij het ministerie, dacht ik echt, nou, dat kan gewoon niet waar zijn. Want je denkt, hè, Nederland, rijk land, we hebben het allemaal goed voor elkaar. Maar dat valt dus eigenlijk heel vies tegen. Ja, dat valt best wel tegen. Ja. En een aantal jaar geleden zag je ook wel dat... iedereen vond dat alles maakbaar moest zijn. Als er dus iets niet goed ging, dan was het je eigen schuld. En een paar jaar geleden is dat wel ook veranderd. Hè. Zag je ook wel van heel veel mensen maken ook dingen mee, waardoor ze gewoon met pech in je leven, levensgebeurtenissen zoals bijvoorbeeld echtscheidingen, of nu met corona natuurlijk, mensen die veel minder inkomsten hebben, hun baan kwijtraken. Maar er zijn ook 2,5 miljoen laaggeletterden. Nou, dat...
Dat vond ik ook een cijfer waarvan ik dacht van wow, weet je. En kijk, voor hun is het ook heel lastig om om te gaan met alle brieven die ze krijgen, die vaak ook heel onbegrijpelijk zijn. Maar ook alles wat nu digitaal gebeurt. Hè, dus er wordt heel snel verwezen naar ook mijn overheid. Hè. Dan krijg je zo'n berichtje van mijn overheid. Ga naar de website hier. En dat al die organisaties doen dat nu. Dus hè, je telecomprovider. Nou, nergens een telefoonnummer te vinden of je bank. Hey, iedereen gaat er maar vanuit dat je alles digitaal kan. Ja. En dat valt natuurlijk voor heel veel mensen heel erg tegen. Dus je ziet aan de volwassenenkant dat ontzettend veel mensen worstelen om allerlei verschillende redenen met hun geld. En dat wordt natuurlijk nu met corona alleen maar lastiger. En het begint ook vaak jong, hè? Want we zitten hier nu bij elkaar om vooral over jongeren te hebben. Hè, maar Fraukje noemde al zeg maar het 18 worden. Kijk, 18 is een moment waarop je heel veel moet regelen. En daar gaat het al best wel vaak fout. Hè, dus zorgverzekering. Nou, heel veel mensen vergeten dat te regelen. En als je net 18 bent en je ouders, lang niet iedereen heeft ouders die daar heel attent op zijn. Mm-hmm. En er zijn heel veel websites. Maar ja, de gemiddelde 18-jarige die gaat echt niet lopen googelen van wat moet ik als ik 18? Nee, die hebben wel andere dingen aan hun hoofd. Precies, ja. He, die hebben vaak wel leukere dingen aan hun hoofd. Dingen, ja. Precies, maar je ziet ook, het is een mix van dingen die je moet en die mensen dan vergeten. Hè? Zorgverzekering, maar ook verleidingen. En dat is nu veel. Wat bedoel je met verleidingen? Nou ja, jij zei in zo'n rijk land, en dat zijn we natuurlijk ook. Maar het is best het is zo gemakkelijk om mee te gaan in de dingencultuur, zeg maar. Hè. Dus jij wil een. Iedereen heeft een mobiel. Spullencultuur bedoel je? Ja, spullencultuur. Ja. Dus iedereen heeft een mobiel. Ja, ik bedoel, 35 mooie euro schoenen per maand. Nou ja. Kan wel. Kan iedereen wel. Heeft het toch, dus moet ik het ook kunnen. Nou, en dat gewoon dat allemaal optellen, al die verplichtingen die je aangaat. En je wordt verleid door die mooiste nieuwe, nou noem het merk. Ja. Iedereen heeft hem. Ja. Dus het is ook één grote uithangbord van pluk mij, zeg maar. En als je denkt, nou ik ben 18, wauw, ik mag nou zelf beslissen. Ja, ik snap het eigenlijk wel. Ja, ja. Dat is zijn de verleidingen waar je lastig over hebt. Ja, en dat is voor jongeren, is dat heel moeilijk te weerstaan. Hè? Er is ook wel sociale druk, dat zie je trouwens bij volwassenen ook wel. Hè? Lang niet iedereen is goed in nee zeggen. Hè, wat mij betreft gaan we gewoon een collectieve cursus nee zeggen. Volgen met z'n allen. Ik doe mee. Waar kan ik me inschrijven? Ja, bij mij. Ja. Ja, je moet zeggen nee. Ja, maar dat is echt, dat zie je bij jongeren, is het natuurlijk nog lastiger hè, op zo'n school. Ja, je ziet om je heen mensen met nieuwste mobieltjes, mooie sneakers. Ja, sneakers. Dus, ja, precies, dat soort dingen. Nou ja, je ziet als mensen ouder worden, dan sommige vrouwen hebben naast veel jurken ook eindeloos veel tassen. Ik denk, wat moet je ermee? Ja, hebben we dat nou allemaal echt nodig? Precies, ja. Maar dat is wel heel ingewikkeld voor mensen om daarmee om te gaan. Want hoe ga je gaat niet toegeven dat je dat geld niet hebt. Hè, dus er is enorm veel schaamte rondom geld. En vooral als je dus weinig geld hebt. Mensen blijven ook dat heel lang camoufleren. Ja. Ook voor hun vrienden en familie. Ja, dus de schijn ophouden dat je dan toch maar hebt en dan toch iets kopen wat je eigenlijk niet kan betalen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, okay. Maar ook soms nu met corona jezelf zielig vinden. Ik weet niet, misschien hebben jullie daar ook wel last van. Ik heb dat zelf meer, maar dat bij mij uitzicht zegt in chocola en koekjes. Hè, maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld heel Vinted leeg kopen of de Weekamp of zo. Jij bent een troosteter. Ik ben meer van de chocola. Ja, okay. Ja, dat is wel goedkoper. Ja, dat wel. Ik wil heel graag even naar Loes. Ja. Loes, jij doet verschillende projecten voor en met jongeren, geloof ik. In Amsterdam onder andere. Ja. Hoe word je rijk in geldgrappie, zei je net al. Ja. Dat zijn de initiatieven waar jij je mee bezighoudt. Maar kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat werkt? Hoe word je rijk is is best practice. Het is al het grootste project in Amsterdam van de afgelopen 10 jaar. Maar het klinkt als hoe word je rijk? Ja. Echt, ik wil gewoon money, weet je wel. Maar kijk, hoe word je rijk is eigenlijk. Ooit is hoe word je rijk gestart in een achterschoolbuurtje in Amsterdam. Toen kwam de gemeente naar die school en toen zat ik op die school. En toen zei dus van nou, we willen wat voor jongeren doen rondom dat 18e, rondom die financiële transitie naar 18 jaar. Kunnen jullie iets bedenken? En toen dacht ik van ja, je kan er weer allerlei
titels bedenken die heel negatief zijn. Dus ik dacht, nou ja, we doen Hoe Word Je Rijk. Ja, dat spreekt iedereen natuurlijk, de jongeren vooral meteen aan. Ja, maar er zit ook echt zo'n idee achter. Hoe word je rijk? Een heleboel jongeren, als je jongeren vraagt wat wil je worden, zegt ze rijk. Ja. Ik wil rijk worden. En op het moment dat ze 18 worden en bijvoorbeeld hun zorgtoeslag voor het eerst gestort krijgen, dan is het verschrikkelijk moeilijk voor jongeren om die 8 dagen te laten staan. En waardoor ze zich denken, ja, maar nou wil ik ook even leven. Ja. Weet je? Dus dan geven ze het uit. En zo ontstaan eigenlijk de eerste schulden na de 18e verjaardag. Dus in die behoefte om rijk te worden, maken ze keuzes waardoor ze arm worden. En eigenlijk willen we jongeren stimuleren in die behoefte om rijk te worden. Maar ook door daar de juiste adviezen te geven. Door ze precies te leren wat ze wel en niet moeten doen om niet in de schulden te komen na hun 18e verjaardag. Dus we hebben samen met de schuldhulpverleners zeiden tegen ons, alle jongeren maken allemaal dezelfde fouten. Dus daar zitten patronen in. Ja. En toen dachten wij van, nou, als ze allemaal dezelfde fouten maken, dan moeten we ze ook kunnen onderwijzen om die fouten niet te maken. Dus waar wij op zijn gaan inzoomen, is op dat regeldeel. Dus niet, er was geen budgettraining, maar veel meer onderwijzen wij de fouten van die de schuldhulpverlening aangeven en brengen dat naar de voorkant. Dus, maar hoe bereik je ze nu? Hoe vertel je ze dit? Waar en hoe? Ja, het is een onderwijsprogramma wat gericht is voor praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en VMBO. Dus van 15 tot en met 18 jaar. En we zitten op meer dan 50 scholen. We zitten in meer dan 6 steden. En we zijn op dit moment ook bezig met een licentiemodel om uit te breiden naar verschillende gemeentes. Ze zijn er helemaal klaar voor. maar daarnaast hebben we gezien dat er een deel van deze jongeren na onze lessen, want onze lessen bestaan uit 6 onderwerpen waarvan de schuldhulpverleners zeggen, daar gaat het fout. Dat is zorgverzekering, studiefinanciering, mobiele telefonie, boetes, incassotraject, fraude. En wij pakken 1 uur om dat regeldeel echt goed uit te leggen aan ze. En daar hoe reageren ze daarop? Ja, ze reageren daar heel goed op. Dus, kijk, we starten vroeg en dan gaan we steeds verder opbouwen. Maar wat je ziet is dat zij het heel vaak, dat wij de eerste zijn die ze vertellen hoe snel een boete oploopt. Dat wij de eerste zijn die ze laten zien van, hey, hoe lees je nou eigenlijk een boete? En hoe betaal je hem? Daar schrik ik best super van. Dus als jullie de eerste moeten zijn, wie zou de eerste moeten zijn? Nou, de ouders. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de financiële opvoeding van kinderen. Maar je ziet dat sommige ouders het zelf niet onder controle hebben. Of niet de relatie hebben met hun kind om dat goed over te dragen. Waardoor de verantwoordelijkheid verschuift naar het onderwijs. Waar het niet of versnipperd wordt aangeboden. En wij hebben met onze programma's, want Hoe Word Je Rijk is er maar één van. Hebben wij, laat maar zeggen, zijn wij in dat, ja, ik vind het klinkt... Zijn wij daarin gesprongen. En ook ten opzichte van andere trainingen zijn wij echt op dat regeldeel gezet. Ja. Wat moet je nou precies doen? En je laat de lessen en de trainingen die je zegt geven door mensen uit de praktijk. Of uit de praktijkervaring die het zelf hebben meegemaakt. Dat ook, jullie... we hebben, nou, de docenten die we hebben zetten geen vrijwilligers voor de klas. Zetten geen studenten voor de klas. Maar we zetten experts voor de klas, professionals. Dus jongeren schuldhulpverleners. We zetten budgetcoaches, politieagenten die zowel in uniform als niet in uniform, dus in de 2 dagen dat ze, of 1 dag dat ze vrij zijn, lesgeven bij ons. Dus we hebben echt mensen die goed op de hoogte zijn van wet en regelgeving, goed met deze doelgroep om kunnen gaan. En daarnaast hebben we peer educators. Exact, en daar wil ik even met je naartoe. Peer educators. Ik keek naar het woord, dacht peer, waar komt dat vandaan? Peer educators. Nou ja, je hebt heel veel opvattingsverschillen erin. Bij ons zijn het ervaringsdeskundigen. Jongeren, dus jongeren die diep in de schulden zitten en op dit moment bezig zijn om uit de schulden te komen. Daarom zien wij het als positieve rolmodellen. Dus zij vertellen eigenlijk van hoe ze in de schulden zijn gekomen en ook met welke gedachtes ze in de schulden zijn gekomen. En probeer op die manier aan te sluiten bij jongeren en te waarschuwen van, hey, dit wil jij niet meemaken wat ik nu meemaak. Iemand die zoiets heeft meegemaakt, dat is Gerson. Ja. Dat is een peer educator en we gaan even kijken naar zijn verhaal. Ik ben Gerson, ik ben 27, ik kom uit Amsterdam en ik heb zelf in de schulden gezeten en ik zit er eigenlijk nog steeds in. Ik geef zelf een soort van preventielessen, ik vertel mijn eigen verhaal aan de jongeren, om ze een beetje te waarschuwen niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Daarnaast maak ik zelf muziek en ik maak een beetje videoclips en ik edit nog een beetje.
Ik ben op elke manier wel in de schuld terechtgekomen. Van je studiefinanciering tot zorgverzekering, tot boetes maken, afterpay. Gelukkig niet met fraude. Ik geef lessen met Hoe Word Je Rijk. En Hoe Word Je Rijk is eigenlijk een reeks van lessen die we geven op scholen. En dan proberen we jongeren te waarschuwen niet in de schulden te belanden. Volgens mij werkt dit fantastisch. Want als zo'n Gerson dat gaat vertellen, dan zullen ze dat veel sneller van hem aannemen. Het zit ook in het puberbrein, hè? Ja. Dat ze gewoon meer aannemen van peers. Dus dat is ook logisch. En het is ook heel goed om dat op deze manier aan te pakken. Maar ze nemen ook heel veel aan van vakmensen. Dus dat is, laat maar zeggen, in de week van het geld hebben ze bankmensen voor de klas. En wij hebben dan, laat maar zeggen, professionals. Die mensen die echt, laat maar zeggen, een beroep hebben, nemen ze ook heel veel van aan. Maar jongeren die diep in de schulden zitten en zeggen van, ja, hey, wat ik nu meemaak, dat wil je niet. Doen we ook in Almere. Ik wil het wel echt onderstrepen, dit verhaal. Want ik doe dan ook wel in de week van het geld van die lessen. Hè, bij ons dan Pro Almere, dus praktijkschool in Almere. Zit al heel lang bij Almere. Ja. Mm-hmm. En weet je, dan kom ik binnen, hè? Lekker belangrijk. Iedereen zit op zijn telefoon. Ze vinden mijn verhaal totaal niet interessant. En echt zo onderuit gezakt te wachten tot het over is. En dan komt er zo'n Gerson. Maar dan zo'n peer educator. Zo'n peer educator. Ja. Nou, dan zie je ze echt al heel snel opleven. Ja. En dat het werkt gewoon echt. En maar wat mij wel opviel, ze vragen als het mag. Tuurlijk. Een vraag aan jou. Ik schrok eigenlijk best wel toen het bijvoorbeeld ging over deurwaarders en hoe dat hele proces, hoeveel ze daarvan wisten. Ja. Want eerlijk gezegd moest ik dat leren. Hoe werkt dat eigenlijk? Met die, en wat moet je dan doen? Maar er is een enorme verantwoordelijkheidsgat. Er is een soort weeffout eigenlijk als het gaat om praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. Dat is nog erger dan, want op het moment dat jongeren, laat maar zeggen, voor praktijkonderwijs en speciaal onderwijs worden aangemeld via het samenwerkingsverband. En dan krijgen ze een toelaatbaarheidsverklaring. Moeilijke woorden allemaal, maar eigenlijk in zo'n verklaring staat dat je 3 jaar achterstand hebt. Dat staat in de wet. Dat is een wet van het voortgezet onderwijs. En daarnaast is er dus de andere wet, de 18 woorden, die verschuift dus niet mee. Dus deze jongeren die krijgen aangepast onderwijs. Niemand gaat het onderwerp aan van zorgverzekering of incasso, want het is te ingewikkeld. Maar als je 18 bent, dan kunnen ze hun ouders er niet helpen. En dan hebben ze er ook nog eens een keer geen les over gehad. Ja, want het was allemaal uit eigen ervaring, merkt je gewoon. Ja, ja. En daar schrok je eigenlijk van. Zijn ze al zo vaak in contact gekomen met deurwaarders. Ja. En of hun ouders. Of, ja. Het was gesneden, kom. Ja. Vrouwtje, nou jij toch het woord hebt genomen, blijf ik even bij jou, als je dat goed vindt. Ik wil trouwens nog wel even zeggen, zijn er mensen die meer informatie willen over Hoe Word Je Rijk en Geldgrappie, waar kunnen ze dan naartoe gaan? Dan kunnen ze naar www.hoewordjerijk.nl en www.youforyouth.nl. Maar ik zal straks nog wel iets meer vertellen over pak je moment, pak je moment. Vrouwtje, wethouder in Almere. Wat gebeurt er precies in Almere om jongeren bewust te maken van dit soort zaken? Ik gaf net al aan dat we een kaart sturen. Dat lijkt heel onnozel. Ja, dat vond ik een heel leuk idee. Ja, dat is natuurlijk een bewustwordingsmoment. Hè, van wijs mensen op dat de wereld verandert. En ook op punten waar je het niet verwacht. Waar we ons wel in stijgende mate als gemeente, denk ik, breed. Maar kan het over andere gemeenten beter vertellen. Mm-hmm. Dat iets weten betekent nog niet dat je het ook gaat doen. Dus we hebben denk ik te lang met elkaar een te groot vertrouwen gehad dat als je mensen maar vertelt wat verstandig is om te doen, dat ze dat dan dat ook ze gaan dan ook doen. Doen. Mag ik daar één dingetje over vragen? Want bijvoorbeeld die verjaardagskaarten, die ik heel leuk vind en slim ook. Maar merk je dan dat er naar aanleiding van dat iets gebeurt? Of dat er actie wordt ondernomen? Nou, dat is nog een tweede punt. Dus meet je of wat je hebt bedoeld, of dat ook die uitwerking heeft. Nou, precies op die twee punten dachten we, hier kan nog wel een tandje bij. Dus wat we nu gemaakt hebben, is een tool. Dus je krijgt een kaart. Je krijgt nog steeds die verjaardagskaart. Daar staat nog steeds op wat je extra mag en wat je extra moet. Maar er zit ook een verwijzing met een QR-code en een website, 18inalmere.nl. En die tool, die neemt je precies mee in wat je te doen hebt.
Vraagt gewoon, heb je al een DigiD? Om maar het eerste punt. Nee. Dan leidt die tool je automatisch naar het aanvragen van een DigiD. En als dat niet lukt, dan kan je ook hulp vragen. En dat doet hij niet alleen bij DigiD, maar dat doet hij bij al die dingen. Zorgverzekering, eventueel studiefinanciering of tegemoet. Als je nog op middelbare school zit en je bent nog onder 18, dan krijg je ook een soort studiefinanciering, zeg maar. Nou, hij leidt je daar overal doorheen. Dus we maken het echt zo makkelijk mogelijk. Op scholen gebruiken we materiaal wat daar ook heen verwijst. Ja. Zodat het echt eigenlijk echt onder. Het moet bijna onvermijdelijk worden. Ja, omdat, je kan er bijna niet omheen. Hè? Je kan er bijna niet omheen. We meten. Maar goed, we lanceren hem vandaag officieel. Die tool ga je lanceren. Tool, ja. Heeft hij een naam? 18 in Almere. 18 in Almere, oké. Okay. Ja. En. We gaan dus vanaf nu ook echt meten, geanonimiseerd weliswaar, maar hoe die gebruikt wordt. Dus of het echt leidt tot het resultaat wat we willen. Mm-hmm. En nog een laatste puntje. Als ja, het nog... zeker. Als het nou niet lukt, want ik ben helemaal bij je dat we de wereld... Wij maken heel veel mensen, verklaren we kwetsbaar... Maar eigenlijk hebben we de wereld heel ingewikkeld gemaakt. Ja. Dus de vraag is waar we moeten beginnen. Dus volgens mij moeten we het minder ingewikkeld maken. Maar ja, nu is het nog even zoals het is. Dus we proberen ook wel echt mensen te helpen om daar doorheen te komen, die administratieve brei. En dat proberen we aan te sluiten, net als jij bij niet zielig en rottig. Maar wat is nou je ambitie? Dus daarvoor hebben wij Dare to Dream in Almere. Dat is de kern van ons armoedebeleid. Dus niet, je bent arm en nu, maar wat wil je later bereiken? Nou, rijk worden, maar ze willen bij ons ook vaak een dolfijnentrainster worden. Of profvoetballer. Je mag dromen, toch? Ja, precies. Maar dat doet toch iedereen? Ja. Iedereen droomt. Ja. Al die vriendenboekjes, wat wil je later worden? Ja. Nou, oma, juf. Vul het maar in. En daar proberen we eigenlijk bij aan te sluiten. Dat is ons Dare to Dream, als ik later groot ben, Dare to Dream programma. En kijken we in de klasse waar we dat doen, of ook op andere plekken trouwens, kinderen daarin meenemen. Nou, mooi, jij wil proefvoetballer worden. Je bent trouwens goed op weg, want je zit in Almere City, eerste, niks meer aan doen, komt vanzelf goed. Sommigen zitten niet helemaal in zo'n positie, dus je kijkt gewoon, heeft dit kind hulp nodig? En dat kan allerlei soorten van hulp zijn. Kan ook zijn, sommige kinderen willen dat mama minder verdrietig is. Dat is hun droom. Of dat papa weer werk heeft. Dat is hun droom. En dan gaan we met alle partners in Almere kijken, wat kunnen we voor jou doen? Ja. Nou, ook bij die geldwijzer, die leidt je ook naar Dare to Dream. Als jij het dus zelf niet voor elkaar krijgt, dan helpen we je. Nou, niet wij, maar dat zijn mensen van buiten de gemeente. Die. Dan helpen we je en dan kunnen we ook gelijk even kijken, hoe gaat het eigenlijk verder? Met je. Mooi. Zou er nog meer zijn wat we kunnen doen? Nou, ik denk dat toch, ondanks al die, want als ik jullie dan zo hoor, het is vooral heel moeilijk om die jongeren dus te bereiken. En er vallen er altijd, je bereikt er altijd een aantal, maar er vallen er altijd net een paar dan buiten de boot. Doen jullie ook nog een soort dubbel check, dat je nog eens gaat kijken van, oké, wie hebben we gemist, maar wie hebben we wel bij? We zijn nu in Amsterdam bezig met een pilot van Geldgappie, waarbij we echt op de scholen de jongeren van het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs al geselecteerd worden. Die worden dan, laat maar zeggen, je wordt binnenkort 18 en die worden dan eigenlijk vroegtijdig gekoppeld aan een jongere schuldhulpverlener. Dat is dan een geldgappie. Ja. En die gaat vanaf 17,5 alles met die kandidaat regelen in intensieve begeleiding. Waarbij de ouders ook worden betrokken. Dus dat is een hele specifieke aanpak. En dan zien we ook nu weer de eerste 15 hebben gedaan. Dus het is heel pril. Zien we nu ook, laat maar zeggen, hoe ingewikkeld het is. Ik ben het helemaal met je eens, maar ook hoeveel wij ook moeten bijsturen nog. Ja. En het fijne van dit project is dat we eigenlijk deze kandidaten vroegtijdig binnen de omgeving van de MADI brengen. Hè? Dus ze hebben al een geldgrapje. We maken een groepsapp met ze aan. En die groepsapp houden we ook. En er is altijd dus daarna ook, na die anderhalf jaar begeleiding, intensieve begeleiding, is er daarna nog een
een makkelijke weg weer terug naar dat gappie van jou. Wat dus eigenlijk een schuldhulpverlener is. En zo... Hou je eigenlijk de vinger aan de pols? Nou, eigenlijk zouden we, laat maar zeggen, als je kijkt naar zo'n app... De hele kwetsbare groep, die snapt die app waarschijnlijk niet. Ik denk VMBO zeker wel en ook een hele groep wel. Maar... dan kom je op een site en dan moet je het dus alsnog zelf doen. En die sites zijn zo ingewikkeld. Dus om, laat maar zeggen, alleen al een DigiD of een, alleen je DigiD aanvragen... gaat bij ons natuurlijk al 3 of 4 keer mis. Dan moeten we echt bovenop zitten. Dus wij zitten in het preventieve, maar we vertonen het gedrag eigenlijk alsof het curatief is. Dus we gaan er echt bovenop zitten. En we zien dat we nu, dat we in die overgang naar 18 jaar, dat een heleboel jongeren... geen schulden maken. Maar er zijn er dus een paar die wel schulden maken. Maar ze hebben zo'n vertrouwensrelatie met ons opgebouwd... dat we in hun ING mogen meekijken. Met de toeslagen mogen meekijken. Ze vertrouwen de Madis. Ja. En dan zien we dus na een week al dat er een pinpasfraude is gedaan. Na een week zien we al dat ze 3 abonnementen op haar naam heeft gezet. Michiel wil heel graag hierop reageren. Dus Michiel, kom erin. Ja, dank je wel, hè. Dus met alle respect en de goede voorbeelden die genoemd worden. Maar het is gewoon een grote vertrouwenskloof. Hè? Dus de mensen waar we het over hebben, de jongeren... de laatste die ze vertrouwen is de overheid. En met de toeslagenaffaire in gedachten... Mm-hmm. We hebben het gewoon echt heel slecht gedaan als overheid. Ik ben ook de overheid, hè? Dus de Landelijke Belastingdienst met z'n allen. En om dat vertrouwen terug te krijgen... Dus, ik begrijp wat vrouwtje zegt, dat als je voor een groep staat, dat ze onderuitgezakt zitten. Die ervaring heb ik ook. Ja. Maar er zit iets veel diepers onder. Dus los van de schaamte die gezegd wordt. Wij als overheid, wij hebben een bureaucratie in elkaar gezet die mensen kapot heeft gemaakt. En dat vraagstuk, ik denk, het is goed om dat... ook even te noemen. Want anders, dus met alle respect voor alle goede voorbeelden die gedeeld worden, die ik ook echt nuttig vind. Maar het vraagt ook iets over onze toon. Over de eerlijkheid, hoe we moeten beginnen. Hoe zouden jullie hierop willen reageren? Nou ja, zoals bij Geldgrappie, dan zijn de scholen eigenlijk de partij die de leerlingen aanhaken. Maar die leerlingen zijn deze leerlingen waar ik het over heb, zo rond 17, 18 jaar. Zijn light bewust van de toeslagenaffaire en zijn daar niet heel... behalve datgene die er middenin zit, maar ook daar in die gezinnen wordt er niet heel veel over gepraat. Dus in deze groepen is het gewoon heel erg belangrijk dat je ze bij het handje neemt... en dat je ze heel erg helpt, stapje voor stapje. En er zijn ook bij de overheid heel veel mensen die dat heel goed doen... Mm-hmm. Iman, jij is dit. Ik kom ook zo bij jou. Vragen. Is dit herkenbaar voor jou wat je hier allemaal hoort aan tafel? Ja, als ik even reageer vanuit de VNG op wat wethouder Gouds net zegt, dan klopt dat zeker wel. Als we het hebben over vertrouwen en de taal die we. Het is toch wel een beetje dat we vooral vanuit het systeem praten. En dat het heel erg belangrijk is. En dat is net eigenlijk ook gezegd, dat je vooral echt naast die jongeren gaat staan. En ook die begrijpelijke taal met elkaar spreekt. En als je kijkt, inderdaad, dat vertrouwen, hè, dat moet je ook wel terugwinnen. Dus dat is, het is ook een. Ja. Je wil de jongeren ook heel erg graag helpen. Dan is dat vertrouwen echt wel een belangrijk aspect om toegelaten te worden. Maar hoe gaan we dat terugwinnen dan? Nou ja, dat is door enerzijds wat we hier eigenlijk doen met deze voorbeelden. Hè, dus heel erg die jongeren zelf opzoeken. Dus je ziet ook dat gemeenten heel veel... proactief die jongeren proberen op te zoeken. Rolmodellen worden ingezet. Er wordt heel erg best gedaan vanuit gemeente om te kijken... Goh, jongeren, we zien jullie, we horen jullie. Hoe kunnen we jullie nu in jullie kracht zetten? En ik denk dat dat echt helpt met al die projecten. En nou is het afhankelijk per lokaal van wat er nou precies werkt. En vandaar dat we ook wel een platform hebben vanuit VNG... dat we vooral kijken van welke best practices zijn er nou? Welke bouwstenen zijn er? Maatwerk is bijvoorbeeld heel erg belangrijk... Maar ook die begrijpelijke taal komt ook terug. Maar ook iemand blijven volgen. Je kunt wel even advies geven en daarna zeggen... Zorg er dan ook even voor dat je bij wijze van nog even een berichtje stuurt... Ja. of een kaartje stuurt. Of dat je even denkt van, goh, als er iets is, laat het vooral weten. Ja. Bouke, jij wilde ook nog even reageren. Nou ja, het vraagstuk... Almere heeft helaas relatief heel veel gedupeerden... van de kinderopvangtoeslagaffaire... we hebben nu ook 80 gezinnen in behandeling, zal ik maar zeggen. En daar zie je inderdaad dat
het vertrouwen echt een heel groot ding is. Dat is bij die gezinnen echt volkomen kapot gemaakt. Ja. Ik denk wel, dus ben het helemaal mee eens dat dit een gigantische wake-up call moet zijn voor de hele overheid. Ik denk wel dat er een verschil is tussen gemeente en de landelijke overheid. Ik denk dat gemeenten echt wel dichter bij hun inwoners staan, of in ieder geval kunnen staan. Ja. Maar ik denk dat, dat dit vraagstuk raakt aan waar wij het net even over hadden. Van zeg je dat je inwoners, de mensen in Nederland, dat die steeds meer kwetsbaar worden. Echt, let maar eens op, we noemen hele grote groepen kwetsbaar. Ja. Terwijl ze dat misschien zijn, omdat wij het zo ongelooflijk ingewikkeld hebben gemaakt. Dus dat, nou, dat zeiden wij net al even. En dat is natuurlijk, je zit in een bepaald systeem, daarin doe je wat je kan. Wij proberen het ook zo min mogelijk vanuit de overheid te doen, maar juist door de partijen in de stad, waar wel veel vertrouwen is. Maar we moeten ook iets aan die ingewikkeldheid van die samenleving doen. Kunnen we het versimpelen? Kunnen we nog terug dan naar een simpeler systeem? Mag ik één klein voorbeeldje noemen? Dan als, als je het echt klein doet. Ja, het gaat over één van mijn eigen kinderen. Okay. Die had de vuilniszak te vroeg buiten gezet in de studentenstad. Boete, €100. Vervolgens kwam ze bij ons thuis vanwege corona. Ja. Er zijn in het tijdsbestek dat zij bij ons thuis was, van een aantal maanden, 19 brieven naar haar gestuurd. Waar ze allemaal niet op gereageerd heeft, want ze zat bij ons thuis. Ja. Nou, vervolgens is die boete opgelopen tot €700. Ja. En wat ik daarvan leer, los van een goed gesprek met haar, en dan denk ik, zo'n meisje, hè, bij ons komt het goed. Ja. Want ze is in een bevoorrechte situatie. Ja. Maar is dat niet zo? Ja. Dan heb je meteen wat mankeert ons als gemeenten? Ja. Want het is echt, dit doen volgens mij, om brieven te blijven sturen naar mensen die denken, een brief, wat moet ik met een brief? Je kan ook een postduif sturen. Dat is, ze doet nooit meer iets met brieven. Dus, de grootste schuldeiser in Nederland is de overheid, toch? Ja, maar ze blijven echt maar brieven sturen. Je krijgt geen antwoord. Wat denk je bij brief nummer 16? Nu ga ik wel een antwoord krijgen. Ja, ja. Waarom doen wij dit zo? Nou ja, dat is een klein dingetje. Ja, een goed voorbeeld. Waarvan ik denk, maar ook, hier moeten we over nadenken. Maar ook de zorgtoeslag gewoon direct van de zorgverzekering aftrekken. Waarom doen we dat niet? Ja. Wat is nou de reden om dat niet te doen? Waarom wordt het studentenreisproduct niet automatisch stopgezet op het moment dat je stopt met je studie? Er zijn van die dingen dat ik denk van, we weten dat dit de fouten zijn die constant gemaakt worden. En het kan zoveel makkelijker. Maar we kunnen het makkelijker maken. Ik snap gewoon niet waar de hiccup zit. Ik ook nog niet. Ja, dat is een heel groot thema. Maar ik denk wel dat ik even naar Imen wil. Want Imen heeft ook een prachtig project waar ze over kan praten. 1627. Wat houdt dat precies in? Ja, het is eigenlijk een landelijke aanpak die zich vooral inzet voor jongeren. 1627, ik durf het bijna niet te zeggen, maar die in een kwetsbare positie maar in ieder geval die we vooral in hun kracht willen zetten. Dat is echt een grote samenwerkingsverband met diverse organisaties. Dat doen we ook samen met het Rijk, met gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. En vanuit de VNG hebben we een soort van faciliterende rol, maar ook wel als aanjager. Dus de projecten die daar genoemd worden, er wordt heel veel kennis gedeeld, expertise van allemaal vanuit die gezamenlijke opgave om ervoor te zorgen dat die jongeren in zijn kracht gezet wordt, brengen we ze eigenlijk ook allemaal bij elkaar om die gezamenlijke opgave ook voor elkaar te krijgen. En gemeenten die hierin geïnteresseerd zijn, hoe kunnen die dan gaan samenwerken met jullie? Hoe werkt dat? Ja, we hebben dus een landelijk netwerk en daar kunnen gemeenten dan ook op aansluiten. We hebben ook een website specifiek voor dit project. Moet ik wel zeggen dat het echt een breed project is. Het kijkt ook, het is ook gericht op andere leefdomeinen, dus bijvoorbeeld ook onderwijs, maar ook werk en inkomen, wonen en welzijn. Dus niet alleen schulden, maar doordat je ziet dat die jongeren die dus financiële zorg hebben, vaak ook wel weer of problemen hebben met woning of op die manier. Dus we hebben een landelijk netwerk waar gemeenten bij kunnen aansluiten. Want weten alle gemeenten bijvoorbeeld dat dit dan bestaat? Want het gaat nu natuurlijk over zoveel schijven. Ik denk,
Hoe weten zij dat dit er is? Ja, wij hebben natuurlijk gewoon de gemeenten die we zelf spreken, die zitten er ook gewoon in. We hebben ook de achterban. Ja, 355 gemeenten is behoorlijk veel gemeenten. Maar er zitten echt wel, we zorgen ervoor dat veel gemeenten ook vertegenwoordigd zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld weer regionale samenwerkingen die ook wel aansluiten bij zo'n netwerk. Maar zeker een oproep om zoveel mogelijk gemeenten te laten aansluiten. Juist. Even over de coronacrisis waar we allemaal mee te maken hebben. Jongeren natuurlijk ook. In hoeverre merk je daar wat van? En wat doen gemeenten daaraan? Nou ja, je ziet dus dat de sociale impact van de coronacrisis, dat echt enorm is. Jongeren zijn hun baan kwijtgeraakt, hebben daardoor geen inkomen meer. Heel veel stress, depressie. Vanuit het Rijk hebben we samen ook met de VNG, met gemeenten, met al die maatschappelijke organisaties, zijn we heel snel met elkaar om tafel gaan zitten. We hebben een soort van ronde tafelgesprekken gevoerd om te kijken van wat kunnen we nou doen om die schuldenaanpak te versnellen en te intensiveren. Precies wat er net is gezegd. We kunnen vanuit beleid en bestuurders echt prachtige stukken neerzetten en hele mooie theoretische verhalen en op onze website. Maar uiteindelijk gebeurt het echt in de praktijk. En is dat bereik gewoon heel erg belangrijk. En vandaar dat we ook wel aangeven van we doen ons best om dat te versnellen. Dat is dan nu ook opgezet. Maar uiteindelijk moet het echt in de implementatie en in de uitvoering gaan gebeuren. Dus vandaar dat die uitvoeringsprofessionals en de mensen die echt, die rolmodellen, die peers, die zijn zo belangrijk, ja. Want die spreken die jongeren en die jongeren zo aan die zijn gewoon face-to-face, die zien ze en die spreken ze. Ja. Als ik zo luister, dan vind ik dat er ontzettend veel mooie initiatieven zijn en zo, maar er zijn er zoveel dat je inderdaad ook wel een beetje verdwaald kan raken tussen al die keuzes. Is het dan niet handig dat daar een soort van één punt komt, of een soort wegwijzer of zo, een soort kaartenbak? Zijn jullie met zoiets bezig? Jazeker. Ja, vanuit de VNG hebben we ook een programma Verbinden Schuldendomein. Want we hebben natuurlijk die 355 gemeenten die allemaal iets aan hun schuldenbeleid willen doen en ook van elkaar willen leren. Dus enerzijds bieden we ook wel een platform om ervoor te zorgen van dat die best practices gedeeld kunnen worden. Als we het hebben over de gemeenten die dus hulp nodig hebben van waar staan we nou eigenlijk? We hebben ook vanuit de VNG een schuldenlandschap. En dan zie je dus eigenlijk dat er inderdaad zoveel initiatieven zijn. Exact, ja. Zoveel projecten en zoveel pilots. En daarvan is het wel echt belangrijk dat in ieder geval er goed samen met de gemeente kan kijken van waar sta je nou als gemeente? Hè? Waar wil je nou aandacht aan besteden? Neem bijvoorbeeld preventie. Een gemeente wil daar graag mee aan de slag. Dan hebben we vanuit de VNG ook mensen die dan samen met de gemeente gaan kijken van we gaan je daarin ondersteunen. Ja. Dus dat bieden we vanuit de VNG. En, heb jij nog een tip voor alle gemeenten? Een tip waarvan je zegt, dit is eigenlijk wat wij vinden waar jullie echt op moeten letten. Of waar wij merken waar heel veel belang bij is? Of... Ja, gemeenten zien zelf, en dat horen we hier ook, gemeenten zien zelf echt dat het helpen van jongeren met schulden, dat echt zo belangrijk is en dat het eigenlijk niet alleen gaat om schulden of financiële zorgen. Het is een veel breder, er spelen vaak veel meer dingen bij zo'n jongere. Dus die integrale blik, en dat zien gemeenten zelf ook wel, dus vandaar dat ik echt wil benadrukken, tuurlijk, er is echt ontzettend veel nog te leren en te doen, en het is ook een opgave om van beleid tot daadwerkelijk actie te komen. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook ontzettend veel als je kijkt naar die projecten en pilots. En dan is het vooral aan de gemeente, kijk vooral naar de bouwstenen. Welke bouwstenen heb je nodig om een goed beleid ook echt daadwerkelijk uit te voeren? En niet zozeer alleen op het project zelf, maar kijk van, zit daar maatwerk in? Zit daar die integrale blik zit daarin? Spreek je ook die inwoner? En als je op die manier eigenlijk een project benadert, kun je zelf kijken, dit past bij mijn gemeente of hier staan we niet achter, dit werkt niet bij onze gemeente. Ja, juist. We gaan even naar Safiye. Die hebben we ook nog aan de Zoom hangen. Die hebben we al een heel tijdje niet gehoord. Safiye, ben je er nog? Jazeker, ik ben er nog. Gelukkig, fijn. Jij werkt bij Schuldenlab en je houdt je bezig met een aantal mooie initiatieven. Kan je ons daar meer over vertellen? Ja, zeker. Zoals ik aangaf, wat we eigenlijk beogen te doen is die versnippering in het Nederlandse schuldhulplandschap tegen te gaan. Want er is een breed aanbod en zoals net ook aangegeven werd, op een gegeven moment
is het overzicht dan soms een beetje kwijt. Dus wat wij eigenlijk proberen te doen is het cureren en soms ook creëren van die pareltjes, echt die game changers, die op een unieke manier tussen de verbinding tussen publiek en private samenwerkingspartners, dus op het gebied van schuldhulpverlening, interventies, die echt baanbrekend te werk gaan. En dat is eigenlijk op het hele spectrum van preventie tot curatie hebben we op dit moment een vijftal interventies. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat alle vijf interventies, ik zal niet per interventie erop ingaan, ik denk dat het programma daar onvoldoende ruimte voor biedt en tijd voor biedt. In principe zeker nu gezien de omstandigheden en de gevolgen van de coronacrisis, denk ik dat alle interventies op hun eigen manier relevant zijn voor jongeren. Die eigenlijk de hoogste prijs betalen van deze coronacrisis. Maar er is een tweetal interventies die met name relevant zijn voor jongeren. Aan de ene kant hebben we de Nederlandse schuldhulproute. Dat is eigenlijk een snelweg of één centrale route voor schuldhulpverlening. Waar mensen met beginnende schuld, zorgen, financiële zorgen of problematische schulden zich kunnen melden. En vervolgens door verschillende afslagen bij de juiste hulp terecht te komen. Mm-hmm. En dan is er dus specifiek voor jongeren is er een portal voor en door jongeren eigenlijk. Dus de 16 en 26. En dat is moneyfit.nl. Maar nog specifieker voor jongeren met problematische schulden is ons Jongeren Perspectieffonds. En dat is een fonds dat zich specifiek richt op die jongeren tussen de leeftijd van 18 en 27. En dat is eigenlijk een groep die tussen wal en schip valt. Wat je ziet is dat jongeren vaak tot hun 18e verkeren ze onder de teugels van hun ouders. En op het moment dat ze 18 worden, zoals Loes ook aangaf, zoals Vrouwtje ook aangaf, komt er ontzettend veel op ze af. Maar als het aankomt op schuldhulpverlening, kunnen ze eigenlijk nergens terecht. Want in heel veel gevallen begint dat pas vanaf 26 keer. Dus dan heb je vaak situaties dat jongeren, in het geval van problematische schulden, maar vaak ook zijn er ook andere kwesties aan de orde op andere leefdomeinen. Mag ik je heel even onderbreken? En dit is echt mijn onwetendheid hoor. Maar ik hoor jou net zeggen, dat begint dan pas na 26 weer. Of bij 26. Wat bedoel je daarmee dan? Dat veel schuldhulpverleningstrajecten of aanpakken zijn gericht op die beginnen vanaf 26. En wat we dus vaak zien is dat zeker met deze jongeren tussen de 18 en de 26, als er sprake is van problematische schulden, is dus wel sprake van schulden, maar er is geen sprake van inkomen. Waardoor betalingsregelingen bijvoorbeeld of schuldsaneringstrajecten en dergelijke komen ze niet voor een aanmerking, omdat er geen sprake is van een vast inkomen. Mm-hmm. En wat er dus gebeurt is dat jongeren gaan dan wel proberen een baantje te zoeken om op die manier hun schulden af te lossen, maar dat is nooit genoeg. En ook niet structureel. En je wil dat die jongeren investeren in hun toekomst. En dat is wat er vanuit Jongeren Perspectieffonds georganiseerd wordt. Er wordt een persoonlijk perspectiefplan opgesteld voor de jongeren, zodat ze investeren in hun toekomst, werk, maatschappelijke tegenprestatie. En op die manier wordt de schuld overgenomen van de jongeren. En die schuld hoeven ze niet terug te betalen in de vorm van geld, althans niet volledig, maar in de vorm van een maatschappelijke tegenprestatie, waardoor ze tegelijkertijd aan hun toekomstperspectief kunnen werken. Ja, wauw. En dat ze dan, ja. Het Jongeren Perspectieffonds, dit klinkt waanzinnig goed. Is dat al in meerdere steden beschikbaar? Ja, wij hebben dat ook. Jullie hebben dat ook? Ja. Oké, en wat zijn jouw ervaringen met dit? Die zijn nog niet zo talrijk, want we zijn er net mee begonnen. Maar wat daar heel erg in aanspreekt is, en dat gaat weer even terug naar, want al die pilots en zo. Ik moet eerlijk zeggen, dat was natuurlijk ook een beetje de interventie van Michiel net. Daar zit ik ook wel eens mee hoor. Dat we wel, eigenlijk willen we het systeem veranderen. En omdat dat zo groot en veel is, we ook niet weten waar we moeten beginnen, gaan we maar allemaal pilots doen. Ja.
Nieuwe dingen lanceren, bedoel ja, je? Die niet per se eenvoudiger maken, ja. Zal ik zeggen. Maar ja, dat is een soort duivels dilemma waar je heel lang over na kan denken. Maar ja, je moet toch gewoon iets doen. Daarom zijn we blij met de VNG. Ja. Die gewoon zorgt dat, ja, dat er overzicht komt en dat je misschien ook eens met iets moet stoppen en met iets nieuws moet beginnen. Dat perspectieffonds vind ik wel echt iets wat kansrijk is als nieuw basisaanbod. Ja, oké. Okay. Zeg maar. Laat ik zie jou dik ja, knikken. Ja, het is in Den Haag begonnen. En ja. Daar is het echt heel groot. Hij heeft het al honderden jongeren geholpen. En ik ben een aantal keer bij bijeenkomsten geweest. En ik vond het echt ontzettend ontroerend om te zien, ja, die verhalen van die jongeren, ook hoe blij ze waren met de hulp die ze kregen. Het is veel meer maatwerk. En er wordt naast het geld wordt ook naar andere dingen gekeken. Dus ook, hoe zit het met opleiding of stages of werk? Hoe zit het met je woonsituatie? En vaak is er heel veel tegelijk aan de hand in de levens van die jongeren. En dat is ook een catch-22. Dus je komt er ook niet meer uit. Dus je moet veel dingen. Wat is een catch-22? Nou ja, dat je heel veel problemen tegelijk hebt. Waar je kan wel in één dingetje iets doen. Maar als je die andere dingen niet aanpakt, okay, dan blijf je in de problemen zitten. En het lastige is hier inderdaad, je hebt zeg maar allerlei regels rondom schuldhulpverlening. Maar het punt is, die schuldeisers, die denken dan vaak, ja, het is iemand van 20. Als ik nou maar lang genoeg wacht, dan gaat hij vanzelf wel een keer meer geld verdienen. Ja, ja. En dan krijg ik alsnog mijn geld wel. Dus die schuldeisers hebben ook niet altijd baat bij om afspraken te maken. En het voordeel van zo'n project is dat je het veel meer maatwerk kan bieden als gemeente aan zo'n jongere. Mm-hmm. Die schuldeisers die zijn ook meer bereid, denk ik, om met een schuldhulpverlener van de gemeente en met zo'n jongerenproject zaken te doen dan met een losse jongere van 20 die opbelt van kan mijn rekening niet betalen. En ik vond het hier in Den Haag heel indrukwekkend om te zien. En ze rolt het nu via Schuldenlab NL ook in meer steden uit. Ja, dat is goed om te horen. Ja. Ik zie hem niet, maar ik voel dat hij wil reageren. Michiel. Nou, dank voor dat gevoel. Hey, kijk, ik ben zo blij met Schuldenlab. Want met de beste bedoelingen zijn we allemaal heel hard bezig. Maar de vraag is natuurlijk, wat is effectief? Dus hoe, nou, en Schuldenlab is gewoon een, eigenlijk kijkt wat is effectief. Dat zoeken ze uit, dat testen ze en dan zeggen ze, joh, deze zijn echt effectief. En ze hebben heel veel power. Naast Safir en Sadiq is ook onze koningin Maxima de beschermvrouwen. Dus ja, ze weten echt ook hele grote deals te sluiten. Waardoor banken en grote andere partijen meedoen. Jongerenperspectieffonds is uitgevonden in Den Haag. Maar voor die tijd, wij deden dat vroeger niet in Rotterdam. Dat betekent dus dat een jongere die zit op het onderwijs, die direct komt in schulden en dat lukt niet. De oplossing die er was, die was echt schandalig. En die was, stop met je opleiding, heb je een zoekperiode, dan kom je uiteindelijk in de bijstand. In die tussentijd zijn je problemen gestegen. Zijn je schulden gigantisch gestegen, maar pas als je in de bijstand zit, heb je afloscapaciteit en dan gaan we je helpen met schuldhulpverlening. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Ja. Je wil dat jongeren hun opleiding afmaken. Ja. Dat is goud waard voor de samenleving, maar ook voor hunzelf. Het Jongerenperspectieffonds, complimenten aan de collega's in Den Haag, die hebben het als eerste verzonnen, uitgedacht. Die helpt, want elke jongen is van waarde. Ook al heb je geen afloscapaciteit, je bent van waarde. Bijvoorbeeld door over je schulden te praten en hoe je dat ervaart op scholen. Dat is een vorm van tegenprestatie. Mm-hmm. In deze periode zeggen van, ja, hartstikke goed verhaal, zijn we mee aan de slag. In het begin liep het voor geen meter. Laat ik ook eerlijk over zijn, omdat wij die criteria veel te hard hadden gezet. Want er zit elke keer wel zo'n gevoel in van, hey, maar ga je dan niet slecht gedrag van jongeren belonen? We hebben de criteria aangepast en nu hebben we 140 jongeren zijn we mee aan de slag. Dus het is echt een belangrijk en een goed instrument waar politiek wel lastig is. Want die zeggen van ja, een jongere die dan zijn geld verkeerd heeft besteed, ga je helpen, een ander niet. En dan mijn opmerking is elke keer, ja, mensen maken fouten, ik maak ook fouten. Maar wat is nou slim op de lange termijn? Dat is gewoon deze jongeren nu helpen, dat is goed voor hem. Maar dat is ook goed voor de portemonnee van de samenleving, want schulden zijn ontzettend duur voor ons allemaal. Ja. Michiel, ik wil heel eventjes voor de kijkers een aantal dingen noemen. www.schuldenlab.nl en www.jongerenperspectieffonds.nl voor mensen die daar meer informatie over willen lezen of terugvinden. En ik wil het ook heel graag met jou hebben over Reset Rotterdam. Want dat is iets waar jullie mee bezig zijn. Kun je vertellen waarom dat nodig is en wat dat precies doet?
Nou, reset is onze schuldenaanpak. Toen we een coalitie maakten in Rotterdam, de armste stad van Nederland, en heel veel schulden. Toen zeiden ze, er moet een deltaplan schulden komen. Nou, uiteindelijk hebben we dat reset genoemd. Want reset is ook als je computer vastliep, dan moest je hem resetten. Ja. Er zijn gewoon heel veel mensen die vast zijn gelopen en die moet je resetten. Die moet je de kans geven om opnieuw op te starten. En die schulden, ja, eigenlijk zijn schulden een uiting dat dingen mis zijn gegaan. Die kan op heel veel terreinen liggen. Die kunnen op gezondheid liggen, omdat iemand zijn baan kwijt is geraakt of wat dan ook. Die schulden zijn een heel zichtbaar punt. En daarna hebben we gezegd dat we 15.000 Rotterdammers willen helpen in deze periode. Dus we hebben een jaar de tijd genomen om echt met ervaringsdeskundigen en wetenschappers en schuldenlab en dergelijke te kijken van wat is nou echt effectief. En vervolgens zijn we stappen gaan zetten. In de vorige periode hielpen we nog geen 2.000 mensen per jaar. En we willen dat echt naar 6.000 mensen per jaar toe gaan. Want er zijn nog veel meer Rotterdammers met problematische schulden. De koek is helaas heel erg groot. Ja. En het loont om er sneller bij te zijn. En kun je ons al iets van resultaten vertellen? Want is er al een licht aan het einde van de tunnel, een vooruitgang te zien? Ja, kijk, toen ik wethouder armoedebestrijding werd, zeiden mensen, ach joh, in de armste stad van Nederland. Wat voor troost heb je nodig? Chocola heb ik al in de aanbieding gehoord. We zien echt hele mooie stappen vooruit gaan. Dus als ik kijk naar het percentage kinderen in de armoede, het eerste jaar dat ik erover sprak, was dat in de 20%, het jaar daarna 19%, toen 18% en nu 17,7%. Mooi. Als ik kijk naar het aantal mensen die we bereiken met schulden en die een nieuw perspectief krijgen, dat aantal is verdubbeld. Als ik kijk naar hoeveel kinderen we helpen met een jongeren sportfonds, een cultuurfonds, leergeld, etc. In 4 jaar tijd zijn die aantallen verdubbeld, terwijl de doelgroep daalt. Dus we gaan echt zetten grote stappen vooruit. Jeugdcultuurfonds bijvoorbeeld, gemiddeld maakt 3% van de kinderen daarvan gebruik. In Rotterdam is dat 12%, 4 keer zo groot. Waarom zeg je, ja, zou dat niet 100% moeten zijn? Nou, ik wil niemand dwingen om VO-les te moeten doen of op ballet te gaan. Maar ik zou wel elk kind die door de lage financiële, het inkomen van de ouders in dat niet kan, de gelegenheid willen geven. En ik heb net een knetterhard rapport gehad van de gemeentelijke kinderombudsman voor Rotterdam, ook 5 gemeentes om ons heen. En die was met allemaal jongeren en jeugdigen in gesprek gegaan. Ze van, wat zouden jullie nou willen? En zijn jullie er nou goed bij betrokken? Dus ik heb mooie resultaten om te vertellen, maar we zijn er nog langer na niet. Nee. En om echt in de buurt te komen, wil ik samenwerken met die plekken van vertrouwen. Dat is de huisarts, dat is de school. Maar dat zijn ook de levensbeschouwelijke organisatie. De kerken, de moskeeën. Daar hebben we een onderzoek naar gedaan. Het heet Tel je Zegeningen. Wat de levensbeschouwelijke organisaties doen in de stad Rotterdam, dat is minimaal 200 miljoen per jaar waard. Minimaal 200 miljoen per jaar. Dat is echt geweldig. En dat doen ze voor hun eigen mensen, maar ook voor mensen. Hè, waar zijn de uitdoorplekken van de voedselbank? Ja. Waar wordt er heel veel gekookt, et cetera. Michiel, het klinkt alsof jij hier nog een uur over door zou kunnen gaan. En dat is mooi. Ja, maar het volgende uur was voor mij toch? Ja. Nee, maar het is wel geweldig om te merken hoe vol passie jullie hier allemaal aan werken. En hoeveel mooie initiatieven er bestaan. Hoeveel er samen wordt gewerkt. En we beseffen allemaal dat er nog heel veel winst te behalen valt. Maar daar zijn we druk mee bezig. Ik wil jullie allemaal nog even de kans geven om als een soort uitsmijter nog iets te zeggen als je voelt van dit heb ik nog niet kunnen zeggen. Ja, als ik dan net hoor van inderdaad even terugkomend op al die initiatieven. Kijk vooral wat er al is. Ga inderdaad niet opnieuw het wiel uitvinden. Maar kijk vooral wat werkt er inderdaad. En even terugkomend weer op die bouwstenen. En ga daarmee aan de slag. Dankjewel. Vrouwtje? Ja, ik ben zelf enorm fan van ons eigen, als ik later groot ben, voor basisschoolleerlingen en Dare to Dream voor de ouderen. Omdat het aansluit bij die droom. Van waar wil je naartoe? Niet waar kom je vandaan, maar waar wil je naartoe? En omdat het lang meeloopt met mensen en omdat het de samenleving is die het doet. Dus, ja. Dus die verbinding leggen tussen allerlei initiatieven. Kijk, wij willen niet, armoedebestrijding is niet van de overheid alleen. Wij zien niet wij zien alleen wie zich meldt. En dat is maar jouw vraag van een tijdje geleden. Mis je nog mensen? Ja. Tuurlijk, veel te veel. Ja. Maar die worden wel gezien bij de kerken, moskeeën, sportverenigingen, noem maar op. Dit programma verbindt al die plekken met elkaar. Het is alleen een verbindingsofficier, zeg maar.
En het neemt tegelijkertijd niet alleen het kind of de alleenstaande moeder of de, hè, daar zijn we ook heel goed in. Ja. Het neemt gewoon het hele gezin mee. Wat is hier aan de hand en wat kunnen we met je voor je doen? En ook op langere termijn. Moet wel zelf doen, ja. Maar we lopen met je mee. Dankjewel, vrouwtje. Loes, kort. Ja, nou, ik zou gemeenten uit willen nodigen om ook jonger te starten en met Hoe Word Je Rijk te gaan werken. En ook veel eerder dat regeldeel bespreekbaar te maken. We zijn er klaar voor om ook via een licentiemodel in andere gemeenten te werken. We zijn best practice, we zijn gelouterd, we zijn goed in praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en VMBO. Dus kom erop. Fijn. Ja, wat ik hier dus heel mooi aan vind, is de mix, hè, van geldlessen, maar ook echt begeleiding, zoals bij Geldgrappie, dat, ja, je echt naast iemand gaat zitten. Maar ook gewoon attendeer op wat moet je doen als je 18 wordt, met iets wat er ook heel aantrekkelijk uitziet. Nou, tot aan natuurlijk, ja, zeg maar, zwaardere interventies, maar ook positief geframed, zoals dat jongerenperspectieffonds, hè, om hun ook echt, ja, perspectief, mm-hmm, te geven en daar ook maatwerk te leveren. Dus dat vind ik ontzettend mooi als mix, om hier te laten zien. Dus ja, dat was ook het doel van deze uitzending. Ja, ja. Dus, ik kan me voorstellen, ja, dat jij als Van Wijzer in Geldzaken blij bent met zulke goede sprekers hier, ja, aan tafel. Ja, zeker. Ja. Ja. En zeker ook aan de Zoom, ja, Michiel en Safia. Jullie zijn er ook nog. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie bijdrage. Als jullie nog snel iets willen zeggen, doe dat dan nu in 10 seconden. Nou, ik wil alle gemeenten vooral oproepen om het jongerenperspectieffonds te omarmen. Dat is echt een van de pareltjes die wij met reden opschalen. Want het is effectief bewezen lokaal en dat moet gewoon heel Nederland door. Omdat we gunnen alle jongeren een toekomst met perspectief. Dankjewel. Ja, elke gemeente heeft geld gekregen voor kinderen in armoede, de zogenaamde kleinsmaagelden, maar ook van het kabinet extra geld. Maak daar gebruik van en maak het gewoon op. En maak het vooral op, ja. Wij hebben het hier heel de tijd over sparen, sparen, sparen. Maar in dit geval, maak het op. Dames, mag ik u vriendelijk bedanken. Ik vond het een mooi gesprek, leuk gesprek. We hadden nog een uur kunnen doorgaan, maar we moeten eruit. Jij ontzettend bedankt voor het kijken en nog een hele fijne dag. En voor meer informatie, ga naar onze website weekvanhetgeld.nl of wijzerinGeldzaken.nl. Dankjewel, tot ziens.